Lijnspanners en metserskoord. Er zijn verschillende soorten lijnspanners om de metserskoord te bevestigen. Je kan houten blokjes, mickeyblokjes of priemen gebruiken. Houten lijnspanners. Rol een stukje metserskoord af. Maak de koord vast aan de lijnspanner. Draai de koord eerst om de linkerkant van de lijnspanner en daarna rond de rechterkant. Zet de lijnspanner tegen het eerste profiel. Rol de koord verder af tot aan het tweede profiel. Houd de koord goed opgespannen. Zet het blokje op de koord. Maak de koord vast aan de tweede lijnspanner op dezelfde manier. Span de lijnspanner aan het profiel. Zorg dat de koord gelijk komt met het streepje van de eerste lage maat. Na elke laag schuif je de lijnspanner naar boven tot de koord gelijk komt met het streepje van de volgende lage maat. Mickeyblokjes. Leg de koord in de visgraatgleuf van het mickeyblokje. Trek de koord door de gleuf naar de binnenkant van het blokje tot je een klik hoort. Zet de lijnspanner op de achterkant van het profiel. Trek de koord rond het profiel. Rol de koord verder af tot aan het tweede profiel. Houd de koord goed opgespannen. Steek de tweede lijnspanner op de koord. Trek de koord door de gleuf. Hou het blokje schuin om de lijnspanner tot op de juiste lengte van de koord te schuiven. Trek de koord door de visgraatgleuf. Zet het blokje vast aan het tweede profiel. Verschuif het blokje op het profiel, zodat de koord gelijk komt met het streepje van de eerste lage maat. Priemen. Je kan de metserskoord ook aan de muur vastmaken. Dan heb je geen profielen nodig. In hard metselwerk klop je de priem in de lintvoeg, vlak boven de steen. Bij vers metselwerk kan je de priem beter in de stootvoeg kloppen, gelijk met de bovenkant van de steen. Rol de koord tot aan de onderkant van de priem, zodat de koord tegen de muur komt. Klop de andere priem aan de andere kant op dezelfde manier in de muur. Steek langs beide kanten een stukje kapotte vouwmeter tussen de koord en de muur. Je kan nu langs deze koord verder metsen.